gaat krijgen. Nissan GT-R, prachtige machine. Ik weet niet of hij weet, maar hij heeft wel een kenteken. En aan het einde van deze weg staat een flitspaal. Dus ik ben benieuwd wat hij wat zijn voeten gaat worden. Harry Boxer, de Rio Seo Coppa. En we lopen met zijn vrije mensen. Serieus hard van de raceauto en de gewone auto. Het is niet eens bij elkaar in de buurt, hè? Oh, we gaan hier denk ik dat er toch wel tussensprintjes gemaakt worden. Robert Ferry Monster met de Seat Leon, 300 pk sterk. Op de voorwielen, dat is echt moeilijk sturen. Even tot de stilstand, burn-outje. Hoor maar, ja. Kijk, en die Lambek gaat er met tot tussen. En wie is de andere rijder? Tjepkema en Tjepkema, allebei in de auto. Ja, je hoort ze niet, dat is vervelend. Het zijn wel grote V8'en, maar ze zijn uitermate gedempt. Ik zou het niet zeggen met de auto, maar ik denk dat het budgetklasse is. Ze kan relatief goedkoop racen, maar nu wie stink is. Je mag nog een rondje, jongens. Oeh. Oeh, gaat hij de vaart in? Ja, het scheelt niks, maar dat geeft niet. Nog een kort rondje. Ik ben benieuwd hoe de Chipkema een rondje gaat maken. Oeh, even steken. Met je voorbeeldjes door het gras. Gaat goed. En weer op pad. Ja, ook weer ja, heel ver vooruit, maar dat gaan we zo meteen krijgen we de demo van de flits bij de flitspaal, de kop daar zo. Eigenlijk het achterrijden van de baard van de kop is aan de voorkant natuurlijk. Nog een rondje. Hey, oh, je mag nog een rondje, heb je dat? Nee, ja, nee, ja, ja, nee. Twijfel. Twijfel slaat toe. Wat gaan we doen? Maar ja, zo'n silhouette racer, ja, kan in een keer steken, kan rond. Nog een keertje vol, zeg maar, alle stellingen door. En dan wachten wij op het laagste grond van 750 pk. Biefstuur op Nissan, een auto die ingezet wordt door, een kleine streep op vastland, ja, kan gebeuren. Moet deze band met laten zien, nou, dat doet niet. Ik zou je vertellen, deze auto... Maar waar het tegen Stoepie even een handtekening gezet. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. De reden waarom dat die doorgaat aan die kant van de waar, is dat er veel streep op de weg zal staan. Goed hè. Goede racing, prachtige auto. Reken erop, deze auto is eigenlijk bedoeld als rallyauto. Alleen opgebouwd. Om nu deel te nemen in de Dutch Supercar Challenge. Be Fuel auto, wat is er gedaan? Hij eruit, even zwaaien. Wat is er gedaan? Doet hij toch? Moet er nog een bodem komen? Geef die man eens een applaus. Uit de weg gekapt. Nee, is klaar? Ik weet het niet meer. Je wordt even gerend door een paar mensen. Wat gebeurt er dan? Is die auto? Nee, ja, doe het toch. Kijk, geen probleem. Of heeft hij geen versnellingen meer? Is er nu al iets uitgekomen? Verneukt het. Er wordt alweer naast gelukt door de benen van Bas Koeten. Die over die auto gaat. Even een demonstratie. De rescue auto mag ook even in beeld komen. Nou kijk, mooier kan het niet. We krijgen gewoon nog een volledige show. En wat is er gebeurd? Is het de koppeling? Of is het de versnellingenbak die het begrepen heeft? Of vanavond hij was. Kan ook nog. Krijg je er wat als je stoere dood zou doen, dat gaat dan mis. Hé, dat hoor ik nu. Dat is wat we veel mensen op verwacht hebben. Het gejank van 750 pk bij 12. Alleen wie zit er achter het gaspedaal? Welke hebben ze hier wel zien we als eerste verschijnen? Stim Corbeneau! Wow, wat goed! Geen meter recht en daarachter in de Nissan Skyline. Kijk,
eens eventjes, want ik zag dat deze mannen rijden niet rechtuit. Deze mannen gaan alleen maar dwars, glijden alleen maar, maken burn-outs. Tim Coronel met een standing burn-out, zoals het heet. Daar zit de plank en je geeft de bal nog hebt. Koppeling op laten komen en de achterwielen, geen stukje rubber op de grond. Gaat er nieuw aan de hand op. Je kan je vertellen, aan het einde van de demo zijn ze volledig op de grond. Al start gegaan. Korte tijd, wat er eigenlijk kan gebeuren. Vet! Soepeling voor de auto's weer stil. Tim en Olaf die elke vlag negeren. Kijk eens even. Heel mooi. Ja, hij heeft het gedaan en dat heb ik niet kunnen vertellen, maar dat heet Rodeo Drift. Met één wiel uit de auto op de zijkant. Olaf komt bij zijn team links. Nee, meervoudig mee dan stond. Goed man. Top demo. Je moest ervan kunnen genieten, ik heb het helaas niet kunnen vertellen. Het ga je Nissan. Gaat hij nog een rondje maken, kijk, hij zet hem even neer. Er is een vlag, maar hij is nog niet door de vlag. En als je niet door de vlag bent, is je wedstrijd nog niet voorbij. Rij Donald, Tim Coronel. Stanley Bernhout, oeh, dood eruit. Echt, die auto, zo'n auto, die overleeft dat nauwelijks. Nauwelijks. Moet hij nou ook al, is dat de tweede Nissan die van het circuit afgesleept moet worden? Nee, dat is niet het geval. Handtekening nogmaals. Was getekend, Tim Coronel. Nou ja, was getekend, hij is nog even beter. Waanzinnig hè, want zo'n man kan het. Dus kijk wat een klein oppervlakte die hebben, moet je eens durven. Een auto kost nog altijd een kleine, anderhalve ton om op te bouwen. Handje uit het raam. Super, Tim Coronel! Aan het stuur, Joe Bernoeman. Burnout, de pits uitkomen. Dit is Jelmer Buurman. Maar hoe kort zal zo'n ding eraan? Waarom is het gek? En vierde versnelling. Hij heeft zelf doorrekenen. 190 kilometer per uur al daar zo. Dames en heren, Jelmer Buurman! Ja, en het is een aangeven als Denkman. En het is... Het waanzinnige dat we even doorgaan, hebben we al vaker gezien. Wow! Even volgen de bieden bij de andere. De Gamma Racing Day sponsoring op de vogel. Nou, wel dat is er wel een wissel zat voor de jongen. Dan krijg je de vlag. Kijk, nee, Robert, nee. Je krijgt de vlag. Nee. Even een korte beurt.